Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag laat ik 6 verschillende haastijden zien die super makkelijk zijn en die ook super snel te maken zijn. Dus ben je benieuwd? Kijk dan vooral verder. De eerste haarstijl is eigenlijk een staart met een twist erin. En ja, ik ga je nu uitleggen hoe ik die maak. Het eerste wat je gaat doen is je haar goed doorborstelen, want als er klitten in zitten, dan is het niet echt fijn om deze haarstijl of staart maar te maken. Nou, al snel genoeg ga je je haar in een staart borstelen. En als je dat hebt gedaan, dan doe je er een stukje in. Zo moeilijk is het niet, denk ik. Tenminste, hoop ik voor je. Nu heb ik een staart en dan doe je het stiekje iets meer naar beneden, zodat hij eigenlijk een beetje los zit. En dan maak je boven het stiekje een gat in je haar. Dat kan je gewoon met twee handen doen. Als je dat gat hebt, dan doe je één hand er doorheen, zodat je de pluk van de staart aan je hand kan geven. En dan trek je zeg maar de pluk mee. En dan heb je een twiststaart. De volgende haarstijl is super simpel. Ik draag deze heel vaak in video's, maar ook gewoon op school. En dat heb je vast wel gemerkt. En deze heb je echt binnen 10 seconden klaar. Nou, je pakt eigenlijk twee plukken van voren en die doe je naar achter. En dan pak je een clipje. Dat maakt niet uit welk clipje. En die doe je erin. En dan is het klaar. Hoe simpel kan het zijn? Dit is echt... De volgende is ook super simpel, maar ook super standaard, namelijk een vlecht. Ik maak een zijvlecht en wat je als eerste gaat doen is je haar dan opzij borstelen. Tenminste, dat lijkt me wel handig als je een zijvlecht maakt. En dan pak je hem als een staart vast en pak je van die ene pluk drie plukken. Dus die verdeel je in drieën. En dan ga je vlechten. Je doet de linker over de middelste en dan doe je weer de rechter over de middelste. En dan doe je weer de linker over de middelste en zo ga je door de hele tijd. Oké. Best wel stuk uitleggen. Dan heb je een vlecht en dan kan je hem ook zo houden, maar je kan ook er een messy vlecht van maken, dus dat hij iets slordiger is en niet zo strak, meer rustig en dan heb je dit. Deze haarstijl wil ik echt heel graag met jullie delen. Dit is namelijk een donutknot zonder dat je een kunstdonut voor gebruikt. En ik vind het zelf wel leuk, alleen ik zou het niet zomaar dragen, zeg maar. Wat je als eerste gaat doen is je doet je haar naar boven in een staart en dan ga je zeg maar de hele tijd rondjes draaien totdat hij zichzelf begint te rollen, zeg maar zichzelf begint op te rollen, totdat je merkt dat hij niet meer op kan rollen en dan doe je de laatste plukjes eromheen draaien. Dan hou je het vast en dan pak je een stiekje en die doe je gewoon om de knot heen. En als je nog niet in model zit, dan kan je een beetje in model brengen en dan heb je je knot. Dit is ook heel erg leuk. Dit is een vlecht en die heb ik naar boven geduwd. En dan krijg je dit soort effect. Ik laat nu zien hoe ik het heb gedaan. Nou, je pakt zeg maar een plukje en die borstel je naar achter. Anders komt er een hele bobbel te zitten als je hem naar achter doet. En dat wil je niet. Van die pluk ga je, in drieën verdelen. Dus dan heb je drie plukjes en die ga je weer gewoon vlechten. De linker over de middelste en dan weer de rechter over de middelste. En dan weer de linker en dan weer de rechter. En zo ga je de hele tijd door. En dan heb je een vlecht. Dan pak je twee plukken. Meestal de
de middelste aan de kant en die trek je, of ja, duw je omhoog en dan krijg je dit effect. Ik vind het zelf best wel leuk en ik vind het zelf ook leuk om hem zo naar achter te steken, zeg maar. En ja. Zo, dit was de video en ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En als je meer van mij wilt zien, abonneer dan even op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!